Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Het is vandaag bewolkt boven Nederland. Op een enkele plekken komt wel de zon tevoorschijn zoals op de satellietfoto is te zien, met name in Zeeland, Limburg en ook in Noord-Holland en op de Waddeneilanden komt af en toe de zon tevoorschijn. In het Bovenland is het bewolkt en ook grijs met soms leven of lokaal mist. Dat heeft allemaal te aan een heel vochtige lucht en omdat er niet al te veel stroming staat, maar daar komt de komende dagen verandering in. Want kijk boven de oceaan een heel diep lage drukgebied. Kijk vooral naar de paarse kleuren tussen Schotland en IJsland in. Daar winden van orkaankracht. Ook in het kielzog van dat hele diepe lage drukgebied komt een tweede lage drukgebied richting West-Europa. En ook daaromheen een flink windveld. Maar ook het frontale systeem dat erbij hoort zal ons de komende dagen gaan bereiken. Die fronten zien we ook goed terug op de neerslagverwachting. Vanavond komt al een eerste koufront over. En ook morgen komen er een aantal buien geleidelijk aan dichterbij. Een warmtefront dat uiteindelijk bij een lage drukgebied boven de oceaan hoort komt morgenavond boven onze omgeving te liggen en zal opnieuw regen en meer wind gaan opleveren. Vanavond, maar ook vannacht, dan trekt een regengebied over het land. Daarbij gaat het vooral aan zee ook stevig waaien, met misschien in het noordwesten van het land ook kans op windstoten van 90 km per uur. Echt koud wordt het daarbij niet, met minima tussen 5 en 7 graden. De hoogste waarde aan zee en de temperatuur zal in de loop van de nacht eigenlijk alleen maar verder gaan oplopen. Morgen is het zo dat het aanvankelijk droog is en in het binnenland blijft het ook gewoon tot de avond droog. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noorden wel toe en neemt ook de kans op een bui toe en gaat er in de loop van de middag en vooral in de avond steeds vaker een enkele bui vallen. Wat verder in de nacht gaan er ook perioden met regen voorkomen en daarbij trekt opnieuw de wind in de avond flink aan en wordt opnieuw hard aan zee bovenland eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Morgenmiddag is het ook zeker niet koud voor de tijd van het jaar. Normaal is het rond deze tijd van het jaar 5 of 6 graden overdag, maar mogen het morgen gaan doen met 8 of 9 graden. De komende dagen, dus met kerst, dan blijft het ook wisselvallig. Maar kijk eens naar de temperaturen: dubbele cijfers op zondag en maandag. Beide kerstdagen gewoon zeer zacht voor de tijd van het jaar, met de hoogste temperatuur op komende zondag, misschien lokaal 13 graden. Daarbij is het wel bewolkt, grijs en kan het vooral overdag ook ja, toch wel enige tijd druidelig weer zijn. Dus echt lekker weer hebben we er niet bij, bij die hoge temperaturen. De wind, die blijft ook flink doorwaaien en aan zee is die ook enige tijd krachtig en soms nog eventjes hard, windkracht 7. Dan wordt het na maandag wel snel een stuk rustiger, maar ook de temperatuur, kijk er eens naar, die gaat een stukje dalen. Er komt een hoge drukgebied boven onze omgeving te liggen, waar, waarmee het dus ook een flink stuk rustiger wordt. De wind die gaat bijna wegvallen, maar de lucht die blijft, blijft vrij vochtig. Dat betekent dat we wel heel erg gevoelig zijn voor lage wolken. Dinsdag hoge temperatuur omdat we veel zonneschijn hebben, maar vanaf woensdag dan blijft de temperatuur wat lager door de wolken. Mocht er in de nacht een keer een opklaring voorkomen, dan kan het uiteraard tot vorst gaan komen. Mijn naam is Wilfried Janssen van Weerplaza.nl.